Denk ik, en vooral de mensen die ook jouw sterrenbeeld hebben, hoe zich die zich dan kleden. Jezus, wat een Hoi, ik ben Valerie. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Cosmopolitan. En deze week gaan we het hebben over hoe jij je moet kleden volgens jouw sterrenbeeld. Ik weet dat heel veel mensen er heel sceptisch over zijn, maar het is misschien ook wel leuk om te zien hoe bijvoorbeeld een celebrity die ook tweeling is of waterman of wat dan ook zich kleedt. Dan heb je meteen heel veel voorbeelden. Ik ga het doen op volgorde van het kalenderjaar, misschien wel makkelijk. Sorry als je in decemberjarig bent, dan moet je nog even wachten. Maar ik begin dus met... Steenbok. Steenbok. Kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijk voor jou. Je bent niet heel excentriek als het gaat om kleding, dus je bent best wel voorzichtig. Maar je hebt wel gevoel voor stijl. Celebrities die ook steenbok zijn, zijn Zooey Deschanel en Shayna Miller. Bij de steenbok is vooral lichtblauw. Past heel mooi bij je persoonlijkheid, dus moet je even kijken of dat je ook staat. Je houdt vooral van donkere kleuren en soms een fel accent. Als je dat nog niet had, misschien is dat leuk. De volgende is de waterman. Die hebben meestal heel erg een eigen stijl. En als ze iets leuks zien, dan proberen ze ook een soort van etnisch dingetje, dus uit andere culturen, erbij te pakken en daarvan helemaal een eigen stijl te creëren. Ze zijn helemaal niet bang om dingen te experimenteren. Ze vinden trends heel erg leuk, maar als iedereen het draagt, dan is het niet meer leuk. Maar dat is eigenlijk ook wel zo, toch? Bij waterman past lichtgroen en donkergroen heel erg mooi bij je persoonlijkheid. Dus kijk ook even of dat jou staat. Celebrity voorbeelden zijn Lauren Conrad en Rihanna. De volgende is vissen. Ze houden heel erg van romantische kleding. Van mooie zachte stoffen. En ze houden niet van een agressieve stijl. Vissen houden van modetrends, maar tot op een zekere hoogte. Want zo interessant vinden ze het nou ook weer niet. En voorbeelden voor jou zijn Dakota Fanning en Eva Longoria. Kleuren die mooi bij jouw persoonlijkheid passen zijn lila en donkerpaars. Volgende is de ram. Ben jij dat nou, dan hou je niet zo van allerlei gedoe en tierenlantijntjes, maar wil je gewoon comfortabele kleding en vooral met mooie belijning. De kleur die goed bij jouw persoonlijkheid past is donker oranje. En je houdt wel van trends, maar dan op het gebied van accessoires, vooral sieraden. Celebrities die bij jou passen zijn Lady Gaga en Keira Knightley. De volgende is de stier. Je houdt er niet zo van om heel veel geld uit te geven aan kleding. Maar vooral veel mooie basic items. En ook niet echt dingen met de trends. Maar vooral dingen die jij heel erg mooi vindt. En die gewoon mooi zijn. Celebrities die bij jou passen zijn Adele en Kirsten Dunst. Ben je nou een stier? Dan past de kleur rood heel erg leuk bij jou. Best wel grappig, die stier en dat rood. Oké. De volgende is de tweeling. Ben ik toevallig zelf ook. Jij houdt van afwisseling in de kleding. Je vindt het leuk om de trends te volgen. En daardoor kun je ook met steeds nieuwe dingen komen en mensen verrassen. Want tweelingen die houden heel erg van om niet te lang in één ding te hangen. Maar elke keer nieuwe dingen te proberen. Celebrities die bij jou horen zijn Angelina Jolie. En... Celebrities die bij jou passen zijn Angelina Jolie en Adriana Lima. Ben je een tweeling, dan is de kleur groen mooi bij jou. Nou, heb ik ook even aangetrokken. Ben je een kreeft, dan hou je van naturelle kleuren, maar vrolijke accessoires, veel kleur om de bol een beetje op te spijzen. En je houdt er ook van om dingen zelf te maken, dus heel erg origineel met de dingen die je toevoegt. Meestal klopt ook je hele outfit bij elkaar, is alles mooi gematcht. En dit doen ook Selena Gomez en Lindsay Lohan. En de kleur paars past heel erg mooi bij jouw persoonlijkheid. Ben jij een leeuw, dan ben jij de meest extravagante qua kleding van allemaal. Dus je durft van alles, maar je bent ook heel smaakvol en koninklijk. Dus eigenlijk heb je heel veel extravagantie. Bij jou past Mila Kunis. De volgende is de maagd. Je hebt kleding van goede kwaliteit en alles moet goed bij elkaar matchen. En alles past ook altijd mooi bij elkaar bij jou. Opvallende versiersels zijn niks voor jou, maar je houdt wel van een klein printje. En sieraden heb je er nooit te veel, maar je vindt het wel heel erg leuk. Dit geldt hetzelfde voor Beyoncé en Blake Lively. De volgende is de weegschaal. Van nature ben jij het meest geïnteresseerd in mode en alles past ook altijd mooi bij elkaar. Je volgt de trends, maar altijd op je eigen manier. Je verzorgt altijd veel aandacht aan je uiterlijk en dit doen ook Kim Kardashian en Kate Walsh.
Schorpioen, jij wil altijd veel indruk maken met je kleding en wil er altijd heel erg seksappeal uitzien, want dan voel je je ook het prettigst. Maar je kunt je ook naar allerlei andere omstandigheden heel goed aanpassen. Dit geldt ook voor Katy Perry en Scarlett Johansson. De kleur goud staat supermooi bij jou. De boogschutter. Je hebt eigenlijk niet zo heel veel interesse in mode, maar je bent wel heel erg sportief en daardoor wil je altijd kleding waarin je je lekker voelt, waarin je lekker loopt en daardoor voel jij je ook weer prettig. Maar als er om gevraagd wordt, kun jij je ook heel erg stijlvol kleden. Celebrities die dit ook doen zijn Katharina Hegel en Miley Cyrus. Vond je dit nou een leuke video? Doe even de duimpjes omhoog. Laat in de comments ook even weten wat jullie ervan vonden. Ik vind het namelijk altijd super leuk, maar ik ben ook echt zo'n creep die altijd elke dag zijn horoscoop leest. Maar doe jij dat ook? Reageer even en tot volgende week.